De Nieuws-BV. Après tout, het beste dat ik maakte, zo omschreef Vincent van Gogh ooit zijn schilderij De Aardappeleters. Nou, met dit werk hoopte hij op zijn grote doorbraak, maar hij oogste vooral veel kritiek. Te donker, te somber of zelfs mislukt. De Aardappeleters, misser of meesterwerk is dus de naam van een speciale tentoonstelling in het Van Gogh Museum. En nu dat door de lockdown dicht is, neemt cabaretier Ryan Pandey er een kijkje voor een online programma vanuit het museum. Goedemiddag Ryan. Hey, goedemiddag. Nou begreep ik, Ryan, dat jij vlak voor de coronacrisis een museumjaarkaart aanschafte. Je hebt wel een timing, hè? Ja, ik heb perfecte timing. Ik heb het een paar weken voordat alles dichtging, voor de lockdown. Ja, echt iets wat ik ook had kunnen doen. Maar goed, je bent fan van Van Gogh geworden. Was je ook al fan van de aardappeleters? Nee, ik was totaal geen fan van de... Ik ben er een paar keer echt een tijdje vol gaan staan. Ja. En toen dacht ik, wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, ik kan het me helemaal voorstellen. Ik kijk er ook naar en ik denk, jeetje, wat een lelijk schilderij. Persoonlijk, hè? Sorry als ik iemand hiermee beledig. Maar waar ben jij dan toch weer fan geworden? Nou, wat heel leuk is doordat deze expositie er is, vroegen ze of het leuk is, of het mij leuk leek om een samenwerking aan te gaan. Ja. En omdat ik fan ben van Van Gogh, zei ik sowieso ja. Maar ik heb wat informatie gekregen. Er is ook een boek verschenen over de aardappeleters. Dus met alle informatie die ik heb gelezen, ben ik er eigenlijk alleen maar meer door gefascineerd. Oh, wat is dan één informatiepunt waarvan je zegt van, nou, daardoor ben ik echt gegrepen door de aardappeleters nu? Nou ja, wat ik heel fijn vind is hoe hij omging met de kritiek die hij kreeg op het schilderij. Mm. Dat vind ik heel bijzonder van hem. Het is vooral een persoonlijk ding geweest voor Van Gogh. En waar ik eigenlijk een beetje zelf van ben gaan houden, is dat het voor hem een heel belangrijk schilderij is geweest. En hij is de kunstenaar. Dus hij moet dat bepalen, wat ik heel mooi vind. En ook hoe hij is gaan spelen met donker en licht in het schilderij. Dat vind ik ook heel mooi. Dus ik ben op allemaal accenten gaan letten. Ook lelijke accenten trouwens. Zoals? In het schilderij. Zoals? Die kan je dan, ja, de lijnen schijnen niet helemaal te kloppen als je goed kijkt. En sinds me dat is uitgelegd, kan ik het niet meer niet zien. Dus ik zie het nu de hele tijd. Maar noem eens een lijn waarvan je zegt van, wat mij bijvoorbeeld opvalt, er zit één dame aan tafel, haar hoofd is echt veel groter dan de rest. Bijna groter dan de lamp, heb ik het idee. Ja, de verhoudingen van het lichaam, die kloppen misschien niet helemaal. Ja. Maar ja, we waren er niet bij, hè? Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel weer zo. En je zei trouwens eerder, ik hield vooral van het latere werk van Van Gogh. De aardappeleters is een totaal andere stijl dan schilderijen als bijvoorbeeld de Sterrennacht. Of lijkt het er meer op dan ik denk? Nee, ik vind het heel erg verschillen wel. Alleen vooral bij dit schilderij, de aardappeleters, is hij gaan experimenteren met donker en licht en kleuren die in contrast met elkaar staan. Mm-hmm. En dat is voor mij dan, want het is voor mij eigenlijk een beetje een persoonlijk ding, hoe ik er dan naar kijk, is dat later steeds meer op zijn manier tot uiting gekomen. Oh. Alleen wat weer heel fijn is. Kijk, ik kijk er eigenlijk naar als een soort leek. En ik heb er een bepaald gevoel bij. Maar gelukkig is er morgen ook iemand van het Van Gogh Museum. Gelukkig die is er een expert. Gaat geven die de expert die de echte informatie gaat geven. Dus tegelijkertijd leer ik er ook weer heel veel van. En ik vind het heel leuk om het te hebben over die fase in zijn leven. Want hij wilde het heel rauw en puur. Wilde hij het boerenleven neerzetten. Ja, dat is ook iets dat ik heel erg bijzonder vind. Ja. Morgenavond dus krijg jij een livestream een rondleiding bij de tentoonstelling over de aardappeleters in het Van Gogh Museum. Ja. Daarna geef je dus je eigen review van het schilderij. Je hebt hier al een klein beetje een tipje van de sluier kunnen oplichten. Herken jij trouwens als cabaretier ook iets van jezelf in Van Gogh? Ja, zeker. Ik wil me zeker er niet mee vergelijken, hoor, want ik vind hem fantastisch. Maar wat ik heel mooi vind is dat heel veel cabaretiers, waaronder ik zelf ook, vooral in je eerste voorstelling, begin je eigenlijk een beetje over waar je vandaan komt. Over het leven dat je dan hebt geleerd. Ook je familie, de banden daar. En dat is zo mooi ook aan dit schilderij. Het is eigenlijk, wilde hij laten zien waar hij vandaan komt. En hij wilde het zo rauw en zo eerlijk mogelijk laten zien. En dat is eigenlijk ook waar de godfather van stand-up comedy onbekend staat. Dat is Richard Pryor. Mm. Die is eigenlijk pas echt heel groot geworden op het moment dat hij heel rauw en eerlijk begon te vertellen over zijn leven en hoe hij alles voelde. Ja, en dat voel ik wel heel erg ook bij Van Gogh. Ja, op welke manier vertel jij dan heel rauw en eerlijk waar jij vandaan komt? Ja, de meeste verhalen uit mijn voorstellingen, daar is eigenlijk niks aan gelogen. Het is één op één wat ik probeer het altijd zo eerlijk mogelijk te vertellen. Ja, ik probeer het mensen zo eerlijk mogelijk te vertellen. Altijd op zoek te gaan naar waar dan de pijn zit, waar de emotie zit. En dat is een zoektocht voor mij. Dus dat zit wel heel vaak in mijn voorstelling, ja. Nou, museum, ja. Alleen is het dan gelukkig vaak grappig. Ja, precies. Ja, ik moet er ook vaak om lachen, hoor. Heel veel wat ik ook herken daarin. Hey, museumjaarkaart, die gaat zich nu wel uitbetalen, of niet? Ja, inderdaad.
Nou, wat ze heel mooi hebben gedaan, ze hebben het wel steeds uitgesteld. Dus die museumjaarkaart was uiteindelijk meer dan 1,5 jaar dat die geldig was. Oh, dat is, mooi. Daarom. Hé, hey, Ryan, ik wil je bedanken. Ryan's review is morgenavond online te zien. En je kunt je aanmelden via vangoghmuseum.nl. Ryan Pandey, dankjewel. Ja, dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv, maar er volgt nog een half uur, dus blijf lekker hangen. Ster. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden, omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel met dus 18+. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth. Gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps. Houd organisaties open. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Radio 1. Natasha Kips. Ja, de kinderopvang gaat weer volledig open. Maar corona is niet het enige probleem dat ze in de kindercentra hebben. Er zijn bijvoorbeeld wel erg weinig mannen in werkzaam. Maar doet dat ertoe? En kan het ook anders? Dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, ze zijn beëdigd. De foto is gemaakt. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. Er is een nieuw kabinet en de nieuwe ministers werden een uurtje geleden vastgelegd op de foto op het bordes bij de koning. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, het heeft even geduurd, maar vandaag zijn ze dan eindelijk beëdigd. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, het was een plechtig moment natuurlijk voor in elk geval de nieuwe bewindslieden. Eerst was vanochtend die beëdiging van de nieuwe ministers in Paleis Noordeinde. De ministers die doorgaan, zoals Rutte natuurlijk. En ook Schouten, Ollongren, Hoekstra en De Jonge. Die hoefden niet opnieuw te worden beëdigd, want hun beëdiging blijft gewoon geldig. Nou, en na de beëdiging van de nieuwe ministers waren de staatssecretarissen aan de beurt. Die ook allemaal de eed dan wel de belofte hebben afgelegd. En daarmee zijn ze dus nu allemaal in functie. En opmerkelijk daarbij was natuurlijk dat vicepremier Kaag via een videoverbinding werd beëdigd. Dat was nog nooit eerder gebeurd, maar het was in dit geval nodig omdat zij er niet bij mocht zijn vanwege corona. Dus zij zit in quarantaine en die digitale beëdiging die klonk zo. De minister van Financiën, tevens vice-minister-president, mevrouw Kaag. Zo waar ik heel veel mee gepopt allemaal. Ja, dat was dus de eedaflegging door minister Kaag. En ook bijzonder was die van staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën. Zij komt uit Friesland en dat wil ze weten ook. Staatssecretaris van Financiën, mevrouw de Vries. Dat verklaar je en ontjet ik. Tja. Wilco, de rest van de dag, hoe ziet die eruit voor het kerstverse kabinet? Ja, eigenlijk zoals dat altijd gaat bij het aantreden van een nieuw kabinet. De vertrekkende bewindslieden dragen over aan hun opvolgers. Die waarschuwen ze voor de laatste voetangels en klemmen als het goed is.
En ik kan me voorstellen dat de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers en de vertrekkende minister van Volksgezondheid De Jonge het wel eventjes zullen hebben over de vraag of de lockdown moet worden verlengd in verband met de corona-epidemie. Over die verlenging moet het nieuwe kabinet vrijdag, komende vrijdag, een beslissing gaan nemen. Ja, en dan na die portefeuilleoverdracht is de eerste ministerraadsvergadering van het nieuwe kabinet. En vanavond zijn er dan speciale uitzendingen op radio en televisie, ook op Radio 1. En daarin kunnen we kennis maken met de nieuwe bewindslieden. Ja, en dan begint dus het echte werk voor de nieuwe ploeg. Dan kunnen ze echt aan de slag. Het zal ongetwijfeld bij die overdracht gaan over het OMT-advies. Dat adviseert het nieuwe kabinet om het mondkapjesbeleid aan te scherpen. Iedereen vanaf 13 jaar zou buiten een mondkapje moeten gaan dragen als er niet genoeg afstand mogelijk is. En binnen zouden mensen altijd een mondkapje op moeten. Dus ook als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het OMT, het Outbreak Management Team, denkt daarbij aan scholen, horecazaken, culturele instellingen, maar ook aan bedrijven en kantoren, zegt NOS-collega Bas de Vries. Eigenlijk komt het erop neer dat alleen als je met een hele kleine ploeg werkt en ook steeds dezelfde mensen, dezelfde vaste samenstelling met heel veel ruimte om je heen, ook al heb je 1,5 meter, dan mag je zonder mondmasker. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld wij hier op de redactie bij de NOS, zouden allemaal een mondmasker moeten dragen. En dat zou dan, volgens het OMT, een zogeheten medisch mondmasker moeten zijn. Het zijn zeg maar die blauwe maskers die je koopt bij de drogist. Het zit tussen papier en stof in. Het betekent inderdaad het einde van die zelfgemaakte maskers die je in allerlei vormen en maten en kleuren in het straatbeeld ziet. En die je dan vervolgens zelf mag wassen thuis. Die worden kennelijk toch als minder betrouwbaar gezien. Ja, en het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten of die OMT-adviezen over de mondkapjes worden overgenomen. CDA-politicus Mona Keizer keert niet terug in de Tweede Kamer. Er is nu een plek vrij omdat CDA-leider Hoekstra het kabinet ingaat. Maar Keizer laat in een verklaring weten die zetel niet in te nemen. De CDA-politicus vertrok in september uit de landelijke politiek nadat ze was ontslagen als staatssecretaris vanwege kritische uitspraken over de coronapas. Ze gaf toen ook haar kamerzetel op. Keizer schrijft dat ze niet opnieuw de Kamer ingaat omdat ze op een andere manier haar bijdrage aan het coronadebat wil leveren. Bij gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van de subsidie van 10.000 euro die huishoudens kunnen krijgen. Die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Sinds 9 uur vanochtend kunnen mensen op basis van hun postcode een subsidieaanvraag indienen. In een vluchtelingenkamp voor Rohingya in Bangladesh heeft een grote brand gewoed. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel zijn honderden tijdelijke onderkomens in de as gelegd. De prijzen van snijbloemen en van kamer- en tuinplanten zijn met ruim 20% gestegen. De vraag naar bloemen en planten is hoog, terwijl kwekers veel minder leveren door de hoge gasprijzen en transportproblemen. Het NOS-journaal. Kazachstan dan. Daar lijkt de situatie zich wat meer te stabiliseren na de protesten en het geweld van de afgelopen week. Contact daarom met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Kunnen we zeggen dat de rust is weergekeerd? Nou, voor heel Kazachstan is het moeilijk om dat te constateren. Maar als we uitgaan van bijvoorbeeld de stad Almaty, de grootste stad van het land, de voormalige hoofdstad, en zeg maar het epicentrum van veel van die gewelddadige gebeurtenissen van de afgelopen week, dan kun je constateren dat daar in ieder geval een relatieve rust is weergekeerd. Journalisten ter plekke zeggen dat ze in ieder geval vanaf vanochtend geen schoten meer hebben gehoord. En dat is bijzonder. Er wordt flink gewerkt aan het herstel van wat er allemaal is verwoest. En de winkels beginnen ook weer te functioneren, want dagenlang was het heel erg moeilijk voor de bewoners van die stad om aan levensmiddelen te komen. Dus het leven herneemt daar in ieder geval geleidelijk zijn normale gang. Maar net als in voorgaande dagen is het heel moeilijk om internetcontact te krijgen met Almaty en is het zicht op alles wat er gebeurt niet zo heel makkelijk. Nou, de president heeft wel in een online bijeenkomst wat laten weten, hè? Ja, hij heeft nogmaals een keer zijn licht laten schijnen op wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En herhaalde daarbij dat dit de zwaarste crisis is in het bestaan van Kazachstan sinds de onafhankelijkheid. Wat er is gebeurd omschrijft hij als een poging tot een staatsgreep. Een staatsgreep die volgens hem zorgvuldig en heel lang van tevoren is gepland. En wel vanuit het buitenland. Er zouden ook talrijke internationale terroristen aan hebben deelgenomen. En vele van hen zouden zich volgens Tokayev hebben vermomd als demonstranten. Nou zijn er ook Russische troepen in het land. Hoe heeft de Russische president daarop gereageerd?
Nou, Poetin die sluit zich aan bij wat Tokayev heeft gezegd. Heeft ook omstandig uitgelegd dat het zonneklaar is dat wat er in Kazachstan is gebeurd, dat buitenlandse interventie is. Hij trok een vergelijking met het Maidan. Maidan dus is dat bekende plein in Kiev, in Oekraïne, waar in 2013, 2014 die revolutie zich afspeelde. Poetin zegt dat het zonneklaar was dat de staatsveiligheid van Kazachstan in het geding was. En dat was dus ook een voorwendsel om de hulp in te roepen van Rusland. Formeel dan van een defensiealliantie waar Rusland de leiding heeft. En dat is de reden volgens Poetin waarom nu die Russische troepen daar zijn. En die zullen daar blijven, zei hij, zolang als nodig is tot de orde in Kazachstan is hersteld. Ja, dus het is nog niet helemaal rustig. Ik bedoel, ze zitten er nog en ze blijven er nog even. Ze zitten er nog en ze blijven er nog even. Maar nogmaals, het is moeilijk om in te schatten hoe de situatie überhaupt in Kazachstan in zijn geheel is. Wat we wel zien, wat we hebben de afgelopen dagen hebben gezien, hè, er wordt gepraat over een staatsgreep. Maar wat analisten wel zeggen is, er zijn duidelijke aanwijzingen dat er sprake is van een interne machtsstrijd, hè, binnen Kazachstan. Tussen aan de ene kant president Tokayev en aan de andere kant mensen die behoren of behoorden tot de clan van oud-president Nazarbayev, die het er niet mee eens zijn dat Tokayev alle macht naar zich toe trekt. En dat is een mogelijke verklaring voor het geweld dat we de afgelopen weken in Kazachstan hebben gezien. En hoe dat verder gaat, dat is moeilijk nu te voorspellen. In ieder geval, zoals gezegd, in het Almaty, in de plek waar het meest onrustig was de afgelopen dagen, daar is nu in ieder geval een relatieve rust ingetreden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. In Oeganda zijn de basisscholen en de middelbare scholen voor het eerst in bijna 2 jaar weer open. Het was wereldwijd de langste schoolsluiting als gevolg van de coronapandemie. De regering vindt heropening van de scholen nu verantwoord omdat steeds meer onderwijspersoneel is gevaccineerd. Het statistiekbureau van Oeganda denkt dat 30% van de leerlingen niet terugkomt. Dat kan zijn omdat ze geld zijn gaan verdienen voor hun familie of omdat ze zwanger zijn geworden. En ook worden niet alle leraren terugverwacht. Sommige van hen zijn ander werk gaan doen. 9:01 is het weer nog plaatselijk bewolkt en het kan wat mistig zijn. Soms ook zon. Blijft vrijwel overal droog bij zo'n 6 graden. Komende nacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. In die opklaringen kan het dan een paar graden gaan vriezen. En ook kan opnieuw mist ontstaan. Morgen overdag neemt de bewolking toe en dan gaat het morgenavond regenen. NPO Radio 1.